In de vorige video hebben we gekeken naar de anatomie en de functie van de verschillende buikspieren. En we hebben de stelling, iedereen heeft een sixpack kunnen ontkrachten. In deze video neem ik je mee in de gym om te laten zien wat de beste buikspieroefeningen zijn. De rollout is nog een voorbeeld van trainen in de functie van de buikspier. En dat is waar je hierbij erg op moet letten, dat je rug niet te hol wordt. Dus wat je kan doen, is je rug goed afvlakken door je bekken achter te kantelen. En goed die rompstijfheid bewaren tijdens de hele oefening. Zwaar man. Goed, bij de hanging leg raise train je weer de buikspier vanuit de andere functie. En dat is eigenlijk de achterkant van de bekken. Heel saai, maar het is gewoon zo. Goed, de volgende oefening die ik hier uitvoer is de palm press. En de palm press is weer een andere variatie voor het trainen van je buikspieren. En een van die functies van die buikspieren, hè, waar we het over gehad hebben, is dat je niet die kant op draait. Dus goed je buik strak houden. Ademen over de core. Uitblazen. En weer rustig terug. Goed, je hebt net de chin-ups te doen. En de chin-up is één van compound oefeningen. Nou, compound oefeningen zijn oefeningen die over meerdere gewrichten lopen. En tijdens die oefeningen moet je buikspier al keihard werken. Dus in dat geval zou je niet per se je buik hoeven te isoleren om je buikspier ook echt te trainen.